Heb je altijd al eens een taartenbakwedstrijd willen organiseren, stilte meditatie willen doen met 100 mensen of je exclusieve bananensham aan de man willen brengen op een markt? Nou, dat kan deze zomer bij Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Ja, daar staat namelijk een festivaltent deze maanden en de programmering is mede in jouw handen. We praten erover met Danielle Petter van Stad en Natuur en Muriel van der Wal, coördinator van het programma in die tent. Ja, we beginnen even met Danielle. Goedemiddag. Hallo. Ja, wat kunnen we zo al in die tent beleven? Want jullie hebben wel al wat dingetjes bedacht, hè? Ja, we hebben de tent een langere periode staan. Vanaf 5 juli tot in ieder geval eind augustus. En daarvoor hebben we in ieder geval ook een eigen programmering al bedacht. Dat is een deel is gericht op kinderen. Iedere woensdagmiddag kunnen kinderen komen om activiteiten met waterbeestjes te gaan doen en daar wat meer over te leren. Iedere vrijdagmiddag is er een workshopprogramma voor kinderen, gericht op activiteiten die met de natuur te maken hebben. En op de zondagochtenden willen we combinatie doen met de horeca, dat er mensen kunnen komen om lekker te ontbijten en dat kinderen dan ook een ontbijtje krijgen, maar daarbij ook nog wat entertainment van een verhalenverteller of iemand die voorleest. En in augustus hebben wij ieder weekend een LOF-activiteit. LOF is eigenlijk ons Mindfulness Festival. Dat kunnen we dit jaar ook niet groot organiseren. Dus we verspreiden hem weer net als vorig jaar. Dus we gaan dit jaar weer leuke dingen doen. Zoals Wim Hof baden of yoga en ecstatic dance. Ja, jij zegt Wim Hof baden. Dat is dat je in een ijsbad moet, toch? Ja. Wil je mee? Nou, ik denk dat ik die dag toevallig niet kan. Ja. Maar goed, het is heel uiteenlopend in ieder geval. Muriel van der Wal, jij bent de coördinator van de festivaltent. Kan alles? Nou, we willen natuurlijk wel dat heel veel kan. En we proberen ook met alle enthousiastelingen het passend te maken. De tent bij het Natuurbelevingscentrum ligt natuurlijk in een heel mooi natuurgebied. Dus we moeten erg oppassen met de decibellen. Maar zolang het akoestisch is en ik daar met de geïnteresseerden even naartoe ga uit te leggen waarom het zo is en hoe het nou precies zit, komen we met ons allen een heel eind. Ja, Danielle, hoe is dat nou tot stand gekomen, dat idee van die tent? Dankzij corona uiteraard. We willen weer beginnen met de programmering. Maar we hebben binnen niet genoeg ruimte om mensen op veilige afstand van elkaar te zetten. En de tent is in het bezit van Nationaal Park Nieuwland, waar wij onderdeel van zijn. We konden hem krijgen voor langere perioden om een aantal verschillende activiteiten daarin te organiseren. Dus toen dachten we, nou, daar maken we gebruik van. Maar ja, dan staat hij er natuurlijk gewoon langere tijd. En dan hebben we er, op de dagen dat wij er niks doen, hebben we ook niks in de tent. Dus toen dachten we, nou, er zijn misschien wel meer mensen die graag iets willen organiseren op een locatie die buiten is, maar wel overdekt. Laten we eens kijken of er mensen zijn die daar invulling aan willen geven. Ja, dus er kunnen eigenlijk nog allerlei ideeën worden gehonoreerd, min of meer, Muriel. Hoe gaat dat nou precies? Stel, je loopt rond met een goed idee. Dan meld je bij jou en dan ga je kijken. Ja, dan heel graag bij mij aanmelden via mijn e-mailadres of je kunt me bellen op mijn telefoonnummer. En dan ga ik kijken, dan hoor ik eerst het idee aan. Als ik denk dat het passend is, dan kunnen ze een plannetje schrijven op een half A4'tje. Daar moet je je vooral niet te veel bij voorstellen. Want ik weet vanuit de kunst- en cultuursector dat soms als een barrière wordt ervaren. Muriel, als ik even mag onderbreken, je klinkt wat in de verte. Als je een klein tikje naar voren komt, misschien helpt dat. Gaat dit beter? Nou, wel iets, geloof ik. Oh, dat is wel gek. Want ik ben eigen 14, altijd wel goed te verstaan. Ze kunnen dus in eerste instantie contact met mij opnemen. Als ik denk van, nou, dit zou uitvoerbaar kunnen zijn in de tent bij het Natuurbelevingscentrum, dan laat ik ze een plannetje schrijven, kort maar krachtig. Mag zeker geen barrière zijn om het plan in te dienen. En dan gaan we naar de uitwerking. En het is ook de bedoeling dat de enthousiaste kunst- of cultuurmaker of ondernemer of degene die altijd al heeft gedroomd van een eigen festival of zoals jullie mooi schetsen een taartbakwedstrijd, dat die zelf ook de organisatie in handen nemen en dan natuurlijk met hulp van mij en uiteindelijk ook van Danielle.
Wij schetsen de randvoorwaarden, wij weten wat mogelijk is en niet mogelijk. Maar de organisatie zelf is bijvoorbeeld weer, die gaat zelf haar eigen PR-marketing opzetten. Waarbij ze dan gebruik kunnen maken van de communicatiekanalen van Natuurbelevingscentrum, Stad en Natuur. En ook mijn social media kanalen. Dus en van... Staatsbosbeheer is ook nog goed om even te noemen. Staatsbosbeheer natuurlijk. En dus uiteindelijk 4 social media kanalen. Waardoor het event gepromoot kan worden. Nou, het is echt fantastisch, zo'n opstapje natuurlijk naar zo'n festival. En dan ook nog zo laagdrempelig. Danielle, ja, hoeveel weekenden kunnen er nog gevuld worden? Weet je dat? Nou, niet uit mijn hoofd. Ik denk 8 of zo. We hebben natuurlijk wel wat activiteiten staan. Maar sommige zijn alleen op een zondagochtend. Of yoga is bijvoorbeeld op een uitkijkheuvel het liefst. Dus als het droog is, dan hoeft het ook niet in de tent. Dus er is nog genoeg ruimte om dingen te organiseren. Ja, wat zouden jullie er heel graag nog bij willen hebben? Ja, echt stiekem leuk. Nou, we hebben nu muziek. Ja, zo'n idee als een taartbakwedstrijd of bananenjam maken. Ja, meer dan van harte welkom. Hartstikke leuk. Nou goed, mensen moeten dus even aan de slag. Loop je nou met een heel leuk idee rond? Dan kun je zo even bij ons op de gemispagina kijken. omroepflevoland.nl/gemis. Want daar zet ik dan de contactgegevens van Muriel neer. Zodat je dan een mooie plan door kan geven en door kan spreken. Dank jullie wel, Danielle Petter en Muriel van der Wal. En veel plezier deze zomer. Ja, dankjewel.